Wow, wat is dit? Dit is nieuw. Dit is spoor. Wat is... het zegt hier al, spoor. Wat is spoor? Het is een best wel oud spel. En het komt eigenlijk door Menno dat ik dit ben gaan spelen. Tenminste, ben gaan spelen. Nu ga spelen voor de eerste keer. Ik ken het spel helemaal niet. Het is echt totaal random. Ik heb wat kleine filmpjes erover gezien. En het enige wat ik erover kan zeggen is dat ik het wel een episch spel vind. Ja, het spel is bijzonder episch. En ik zou het graag spelen. Het is om uit te leggen. Je begint zeg maar zo'n leerspel, weet je wel, blablabla, van EA. Je hebt de Sims-serie. Misschien herken je deze shit al. Waarschijnlijk, dat je Sims-achtig is. Het is van dezelfde makers. En, het is best wel bijzonder episch, of zo. Het ziet er echt geniaal uit. Oh, wauw. In ieder geval... je begint als een organisme, een bacterie ding of zo, weet ik veel. En ja, je hebt mogelijkheden om groter te worden, bla bla bla. In ieder geval, laten we maar beginnen een nieuw spel doen. Denk ik, of zo. Je kan kiezen, kies een fase. Begint allemaal bij de celfase, bla 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 bla. Oké, schijnbaar kan ik niet. Wat wil ik worden? Word ik een vegetariër of een normale mens? Carnivoor natuurlijk, hallo. Moeilijkheidsgraad? Normaal. Hè? Dat doen we niet moeilijk. Dat is, weet je, ik ken het spel niet. Zo lullig. Gaan we verder. Menno heeft mijnen genoemd naar... Oh, wacht. De planeet. Wat is de planeet? Hoe ga ik de planeet noemen? Help, die was nog niet op voorbereid. Verzin een epische naam. Doe het even. Achtertuin. Nee, niet achtertuin, dat is te leem. Aarde? Nee, dat is ook te voorhand liggend. Een planeetnaam. Planeetnaam. Druif. Druif. Welkom op. Oh wauw, speelde ik het dan ook fout ook? Ja, dat deed ik. Sorry. Druif. Let's go. Hij heet Planeet Druif. Volgende. Space. Spacing. Het spel ziet er bijzonder episch uit. Hallo, dit zag ik niet aankomen. Het is een dinges, komeet of zo, die landt op druif. Dat is best wel cool. En er was leven op planeet druif. Het is zo episch dit spel. Het is wel echt zo episch dat ik het echt wilde gaan spelen. En ja, ik speel nu een kinderspel. En nee, ik heb er geen spijt van. Dat ben ik. De spoor beïnvloedt de keuzes die je maakt in de toekomst. Als een cel is je missie... Als cel is je missie eten, groeien en evolueren. Oh. Oké, dit is je voortgangsbalk. Blablabla. DNA-punten. Of je moet gewoon heel dik worden in korte tijd. Hoe doe je dat? Hoe bestuur je zo'n ding? Oh, gewoon pijltjes toetsen. Oh, hij volgt je muis en dat is super eng. En super cool. Ik weet niet. Moet ik... Oh. Zo heet ik dus. Dit is echt best wel nieuw. Ja, dit is echt best wel geniaal, dit spel. Wat is dit? Kan ik dat groene ook eten? Oh nee, wacht. Het zal vast wel voor een plant staan of zo. Ik ben echt een gruwelijke niet-vegetariër. Kijk nou. Ik moet gewoon alle rode balletjes eten, begrijp ik. Zoiets? Het zal wel. Zoiets moet het wel zijn. Bam. Wow, weet je hoe ziek groot je gelijk bent? Wow, dit spel is episch. Wow. Dit spel is echt heel episch. Wow.
Oh, dit spel is echt Deep Space. Oh. Hallo. Die kerel heeft zo'n gekke dingen. Ik kan gewoon overal heen zwemmen. Het is echt oneindig. Super cool. En ik zie hier een beest zwemmen. En aangezien ik dingen eet, is daar een grote beest. Ik ga hem eten. Ik ga hem eten. Hem ga ik niet eten. Wow. 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 Andere cellen en meteorstukken vormen de sleutel. Bla. Oh kijk, ik krijg een nieuw onderdeel. Dat is cool. Oké, er zitten nu twee gigantische kerels achter me aan. Oh, hij heeft me niet gezien. Sweet. Ja, ik ga je pakken, vriend. Hoppa. Roep een partner om naar wat te gaan. Jaag op cellen of breek meteorstukken open om nieuwe onderdelen vrij te krijgen. Dat is vrij te spelen, jemig. Oké, episch. Wat is dit? Oh, dit is best wel cool. Of zo. Oh. Wow. Oh, dit is ongeschikt met jonge ogen. Oh. Dat viel mee. Dat is minder erg dan ik verwachtte. Celschepper, wow. Bla 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 bla. Ah, zoveel tekst. Boeien. Wat is dit? Verfmodus. Ah, ik kan hem een andere kleur geven, dat is echt cool. Hoe gaat hij eruit zien? Oh, hier is zijn oog pittig groot en hier iets minder. En nu is hij streepjes, vlekjes, dingen. Nou, ik vond hem eigenlijk wel mooi als hij een ding begint. Moet hij wit zijn? Nee, hij wordt lichtblauw. Cool genoeg. Oh, wacht, ik heb meer bladzijdes. Ha, cool. Oké. Verfmodus of zo, klaar. Geef je soort een naam. Aangezien Menno als eerste mij heeft genoemd als een parasiet, noem ik hem nu een parasiet. Hallo, Menno. Beschrijving. Menno. Ja, Menno. Cool genoeg. Hij heet Menno. Of het ding heet Menno. Even kijken of ik uit de verfmodus kan gaan. Oh, bouwmodus. Zo dus. Ik ben een vleeseter. En ik heb vaardigheden. Wat is het? Voeg stekels toe. Zweepstaart. Bla. Extra snelheid. Stekel. Oh, wacht eens even. Je kunt toch alles in een ding veranderen? Dat is zo cool. Te duur, but. Je hebt 15 dingetjes nodig. 15 puntjes. En ik heb er 14. Wat? Met deze stekel kun je je vijand steken. Interessant. Wat is dit? Wat is dit? Wat kan ik hiermee? Wat de moet ik hiermee? Kan er helemaal niks mee. Dat is interessant. Draai het muiswiel. Oh, wacht eens even. Je kunt gewoon een heel ander monster maken. Dus alles heel dun te doen, word je heel dun en Nee, dat is te veel. Oh, je doet gewoon een beetje scrollen en dan wordt het dikker. Je wordt gewoon super dik, Menno. Je wordt super dik, zie je dat? Wat krijg je ervan? Fatou. Ik maak een soort van ballon van je, weet je wel? Dat je. Je hebt van die ballonnen die je zeg maar altijd fijn knijpen. Dan krijg je van die rare bochels in je ballon. Hetzelfde werk wil ik hier creëren. En dit heeft ook hetzelfde geluid als het uittrekken van een ballon. Pitgeepjes. Ik ga de verschillen echt super groot laten maken. Wacht even.
Zal ik het gewoon zo doen? Nee, dat is niet cool. Want deze klein en deze super klein. Deze vind ik super cool. Het ziet er goed uit. Zijn ogen staan wel een beetje raar. Sleep het onderdeel. Oh, wacht, je kunt gewoon slepen, joh. Dat is een swagger. Oh nee, ik wil niks verkopen. Wauw. Dat is nu echt een downie. Een stekel. Oh, wacht eens even. Ik kan gewoon aan twee dingen een stekel doen. Ik doe hem gewoon naast mijn mond. Dat is wel cool. Wat? Zwaar bewapend. Sneller zwemmen? Kan ik ook niet. Nee. Is dit het? Dit is mijn parasiet ding. Opslaan en afsluiten. Hallo. Wat? Ja, nou, ik denk dat wel. Ik denk dat dit mijn nieuwe monster is. Is dit een nieuwe monster? Ja, dit is mijn nieuwe monster. Hij ziet er nu echt heel dom uit. Echt een vetzak. Oh, hallo. Bam. Kan ik trouwens ook grote monsters aanvallen, zoals daar links onderin? Hey, gast. Kan ik jou eten? What the fuck? Hoe dan? Nee. Uh-oh. Nee. Oh man, dit spel is episch. Eet het. Wow, hij is super dik opeens. Hoppa, fatse flats. Nee, een beunhaas. Dit is serieus. Een monster in het spel dat deed een beunhaas. Dat is pittig grappig. Ja, nog een beunhaas. Jemig. Wow. Hallo. Wat is dat? Stekelbeunhaas. Dat is niet cool. Nee. Dat is echt niet cool. Waarom word ik altijd wel door aangevallen? Oké, hoeveel punten heb ik? 10 stuks. Wat kan ik ermee kopen? Weinig. Is dat een beunhaas? Dat is een stekelbeunhaas. Beunhaas! Ah, nul. Hoe dan? Uh-oh. Ik heb een serieus probleem, denk ik. Ik denk dat ik echt zwaarder als Shaak ben. Oké, ik ben net dood gegaan, denk ik. Ja, ik heb gefaald. Ik heb nog steeds 10... Wow, 10 punten. Maar alsnog. Oh, ik ben niet eens heel slecht. Het is een beunhaas. Blijft grappig. Pak hem, eerlijk. Nee. Niet jou. Jou. Katja. No. Oké, ik moet er geen ruzie zoeken met een beunhaas. Vriend, kom terug. Ze zijn allemaal zo snel. Waarom zijn ze allemaal zo snel? Nou, ik eet wel het afval of zo hier. Ik weet niet. Oh, ik ben groter. Wow. Ik eet gewoon al het afval op. Kijk wat er gebeurt. Bam. Hey, gast, eet. 14 punten. Nog eentje en dan kan ik iets cools. Want ik had er 15 nodig of zoiets. Wat is dat voor... Waar dingen? Grubbig. Grubbig. Pak hem. Eerlijk. Hij is dik. Wel snel. Maar ook dik. Wow, wat is dat? Hij is ook snel. Oh, hij is echt heel snel. Wow. Wow. Je moet echt even een cool beest vinden dat ik op kan eten. Niet zo snel. Of gewoon restafval of zo. Rechts.
Het is wel moeilijk, deze controls. Kom op, eet. Ah, sweet. Ja, of niet, vriend. Als het goed is met... Oh, ik heb nog steeds 14 punten. Kom op, let go. Pak hem. Pak hem. Pak hem. Nou, hoe de... Deze controls zijn moeilijk hoor, eerlijk. Ik gebruik nooit een pijltjestoetsding of zo. Hé, hey, vriend, kom eens even terug. Oh, wacht. Nee, ik neem hier al genoeg mee. Bam. Hop. Bam. Hop. Oké, ik denk dat het nu tijd is voor een nieuwe... Een nieuw cool ding. Het is tijd... Eindelijk ding. Het is tijd voor een nieuwe jongeman. Jij bent oud. En jij ook. En we willen iets cools doen. En het wordt een... Een nieuw ding. Blablabla. Ik ben geen planteter. Extra snelheid als ik deze bijstop. Dat wil ik, trouwens. Zal ik zo doen? Dan ben je wel extra snel, hè? Het ziet er niet uit. Dat niet. Ik doe het gewoon. Hatseflats. Deze stekels stop ik ergens anders. Die stop ik... Nee, eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Moeilijk dit. Nu is het een beetje suicidaal. Maar dan kan hij niet eten. Dat is ook doel. Nou, ik hou het wel gewoon zo. Bam. Zo, nee, iets schuiner. Dat ik in ieder geval wel een beetje kan weten, zeg maar... Wat ik ermee doe. Zoiets? Is dit het enige? Ik denk dat het enige is. Ik noem hem nog steeds Menno. En hij blijft dezelfde kleur en de vorm houden. Een misvormde ballon. Ballonparasiet. Ah, dat is best wel episch. Wordt steeds groter. Dit moet een leerzaam spel zijn, maar tot nu toe heb ik geleerd dat ik beunhazen kan eten. En dat ik uit moet kijken voor beunhazen met stekels. Dat is het enige wat ik tot nu toe geleerd heb. Wat op zich niet heel raar is. Nee, vriend. Geen bubbels eten. Hé, hey, knul. Die was eerst voor mij heel groot. Oeh. Ik ben best wel snel geworden trouwens. Nee. Nee. Ook jij niet. Jij ziet er te snel uit. Is het een straaljager ding? Oh, ik eet al gewoon deze shit gewoon weer. Boeien. Oh, kijk deze man. Dat zijn die grote... Holy shit! De wereld is veel gevaarlijker als je groot bent. En veel sneller. Wow. Wat is dit? Uh-oh. Ik ben fokt. Ik ben wel snel, maar wel fokt. Nee, 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 nee. Ik ga hem doodmaken. Hij heeft mijn leven gespaard. En dat is space. Oké, okay, ik ga hier de recording stoppen. Want ik denk, het is wel mooi geweest, denk ik. Zo, voor deze episode. En ja. Oh. Wat ik nu toe geleerd heb, is dat ik inderdaad een beunhaas op kan eten. Dat is nieuw. Dat ik beunhazen met stekels niet kan opeten. Ook nieuw. En dat het spel behoorlijk episch is. Ja, ongeveer. Nou, dat was het wel voor deze episode. Het is de eerste episode. Laat even horen of je het een leuk spel vindt. Tenminste, laat horen wat je van deze video vindt. Laat een like achter. En als je helemaal gek doet, dan deel je hem op Facebook of zo. Of whatever. En nou, dan hoop ik jullie in de volgende episode te zien. Tot de volgende keer.